Hartelijk welkom bij het slotdebat van de Bali Live Journalism. De onderzoeksredactie van de Bali is de afgelopen maanden in het thema kansenongelijkheid in het Amsterdamse basisonderwijs gedoken. En aan deze tafel bespreken we de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Er zijn in het Amsterdamse basisonderwijs tal van projecten en initiatieven die kansenongelijkheid moeten tegengaan. Het is het speerpunt van de Amsterdamse wethouder van onderwijs Marjolein Moorman. En er zijn miljoenen subsidies beschikbaar om het kansenongelijkheidprobleem aan te pakken. Maar blijkt uit onze enquête die wij hebben rondgestuurd onder alle Amsterdamse basisscholen in samenwerking met AT5. Amsterdamse basisscholen blijken niet een overkoepelende aanpak te hebben. En vaak blijft onduidelijk hoe initiatieven worden geëvalueerd. Werkt het eigenlijk wel wat we doen? Vanavond gebruiken we de bevindingen uit onze enquête en ons onderzoek en gaan we in gesprek met onderwijsprofessionals hier aan tafel uit alle lagen van de school, van leerkracht tot schoolbesturen. En we bespreken drie thema's. De rol van schoolbesturen, de versnipperde aanpak en ouderbetrokkenheid rondom onder- en overadvisering. Gasten zijn vanavond leerkracht Wilbert Sawat, schooldirecteur Elise Jong en van de schoolbesturen zijn er Joke Middelbeek en Arnold Jonk. Maar we beginnen bij Inge de Wolf, onderwijsinspecteur en bijzonder hoogleraar onderwijssystemen aan de Universiteit van Maastricht. En we bespreken met haar enkele dingen uit ons onderzoek. Hartelijk welkom, Inge. In het kort, heel even voor de kijkers. Wat is kansenongelijkheid precies? Ja, kansenongelijkheid vind ik altijd het beste begrijpen als je denkt dat er twee leerlingen zijn met dezelfde capaciteiten. En dat die verschillende kansen krijgen die dan afhankelijk zijn zeg maar, van het inkomen van hun ouders of het opleidingsniveau van hun ouders. Dus het gaat eigenlijk dat er kinderen geen passende onderwijsomgeving krijgen. En dat komt dan zeg maar door dat ze ergens elders geboren zijn. Dus gegeven de capaciteiten, verschillende kansen in ontwikkeling. En eigenlijk onderbenutting van talent. Dat zien we in Amsterdam heel sterk. Dus een deel van de leerlingen die eigenlijk onder hun niveau les krijgen. Ja. En je ziet het ook in de advisering inderdaad. Onze enquête is ingevuld door 100 onderwijsprofessionals uit alle lagen van de school en alle delen van de Amsterdamse stad. En 60% van de respondenten zegt kansenongelijkheid is een probleem bij mij op school. Ruim de helft zegt dat ze niet weten hoe initiatieven die bij hun op school lopen worden geëvalueerd. Wat ging er door jou heen toen je dat las? Ja, iets wat ik al vreesde. Hè? Dus je ziet eigenlijk het lerend vermogen in het onderwijs. Hè? Hoe groot is dat? En ik denk dat de basis gaat over het algemeen gaat goed, maar heel ingewikkelde problemen als gelijke kansen. Hè? Daar moet eigenlijk een tandje bij. En wat je ziet is dat er, ik vind het heel mooi dat er veel aangrepen gegeven in jullie onderzoek, dat in ieder geval het een thema is. Mm-hmm. Dat het belangrijk wordt gevonden op school. Maar je ziet dat er heel veel versnipperde initiatieven zijn. En dat er weinig wordt geleerd zeg maar, van die initiatieven. En dan krijg je, eigenlijk laat 1000 bloemen bloeien. Maar of zo'n leerling daar uiteindelijk beter betere kansen krijgt, dat vraag ik me heel sterk af. Eigenlijk herken jij wel het beeld dat wij. Ja, dus het was eigenlijk wat ik al vreesde, hè, dat lerend vermogen, zeg maar. Dat, en zeker rond dit soort thema's is dat natuurlijk wel heel erg belangrijk dat dat er wel is. En als we met z'n allen heel veel initiatieven en kleine en grote, van alles gebeurt er eigenlijk. Dat is prachtig. Maar als we daar niet van leren, dan blijft iedereen overal het wiel eigenlijk zelf uitvinden. Hier komen we nog vanavond uitgebreid over te spreken. Oh ja. Een ander ding dat uit onze enquête bleek, is dat we hebben onderwijsprofessionals gevraagd wat heeft nou het meeste effect op kansenongelijkheid. En opvallend genoeg belandde de invloed van de docenten en de scholen zelf eigenlijk helemaal onderaan die lijst. Veel onderwijsprofessionals die lijken het probleem een beetje buiten de school en buiten de docenten, buiten de besturen te zoeken. Hebben ze een punt? Ja, ik denk dat nee. Ze hebben geen punt. Ik schrok zeg maar van die, dus eigenlijk bovenaan stond inkomen van ouders, etnische achtergrond van ouders, alsof dat zeg maar daarmee bepalend is wat de kansen van een kind zijn. Als dat de oorzaak is zeg maar van kansenongelijkheid, denk ik nee, dan hebben we, dan zijn we met elkaar toch echt niet goed bezig. Dus wat je ziet is bijvoorbeeld wat hoge verwachtingen van kinderen, of verwachtingen sowieso, is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus er gebeuren heel veel dingen in de school die heel direct zeg maar voor ongelijke kansen op dit moment zorgen. Helaas. En dat zijn niet allemaal dingen buiten de school waar je dan niks aan kan doen. Het is juist zeg maar dat er heel erg veel binnen de school kan en moet ook gebeuren. Dus ik schrok ervan dat er zoveel zeg maar buiten de school en ook daarmee een soort vastgelegd wordt. Oh, als inkomen laag is, dan is blijkbaar daar een kansenprobleem met zo'n leerling. En dan kunnen wij ook vervolgens niks meer doen. Nee, kunnen we ook niks meer doen. En dan daarmee krijg je een soort self-fulfilling prophecy, ben ik heel erg bang. U doet al 10 jaar onderzoek naar dit onderwerp. Ja. En volgens u zijn we nou een beetje opgeschoten in dit dossier als je kijkt naar de harde cijfers over kansenongelijkheid?
Nee, wat heel erg is veranderd, is de aandacht die ervoor is. Dus 10, 5 jaar geleden zeg maar, was er nauwelijks aandacht voor gelijke kansen. Dat is heel erg veranderd. Dus je ziet, en dat is ook mooi zeg maar, aan het onderzoek, is dat overal initiatieven zijn en ontzettend veel energie en tijd. En, het is echt een groot thema geworden, ook bij allerlei gemeenten. Dus dat is, de aandacht ervoor is heel sterk toegenomen. En je ziet de cijfers niet verder, dus de ongelijkheid niet verder oplopen. Het stabiliseert een beetje. Dus de vraag is wel of dat nu met die COVID-19-crisis ook nog het geval blijft. Maar je zag het stabiliseren. Dat kun je duiden als positieve ontwikkeling. Maar het is daarmee nog wel dubbel zo groot als 10 jaar geleden. Ben jij zelf positief gesteld? Ja. Ik ben altijd een positieve iemand, hoopvol. Wat ik hoop is als we die energie die nu zo versnipperd en versplinterd gebeurt. Dus al die energie die er in het onderwijs nu op dit thema zit. Als we dat nou ons veel meer richten zeg maar, op dingen die werken met elkaar. Het lerend vermogen. Dus meer focus in plaats van al die kleine initiatieven. Denk ik dat we, als je die energie benut, zeg maar. Dat we er wel, dan moeten we wel dingen kunnen veranderen. Moeten we toch met elkaar die trend kunnen keren. Maar als je nu terugkijkt op de afgelopen 10 jaar... Ben je dan positief over hoeveel er is gebeurd? Nou, het bewustzijn is er. Hè? En langzaam beginnen we ook te leren wat werkt. Of beginnen we te weten wat werkt. Nou, dat nu nog in het met elkaar in het onderwijs ook doen. En die energie daar goed met elkaar en focus op richten. Dan denk ik dat het wel. En voor de toekomst hoop ik dat we die trend inderdaad kunnen keren. We staan aan het begin. Ja. Hoe belangrijk is het dat wij dit gesprek vanavond ook hier houden met onderwijsprofessionals? Ja, heel erg belangrijk, want wat ik al zei, daar moet het gebeuren. Niet bij de inkomensknop van de ouders is niet een knop waar je makkelijk aan draait, zeg maar, om in het onderwijs de kansenongelijkheid verder te brengen. Een collega van mij zegt ook altijd, er zijn gewoon een paar dingen in het leven van een leerling en kansen voor een leerling belangrijk. 3 dingen, leraar. Dus daar moet het gewoon gebeuren. En daarom denk ik dat het heel erg belangrijk is dat we met onderwijsprofessionals praten. En volgens mij is nu de grote vraag eigenlijk voor onderwijsprofessionals, wat heb je nodig, zeg maar, hè, om niet zeg maar, zelf daarmee aan de slag te hoeven of het wiel te hoeven uitvinden. Maar wat gerichter en meer gefocust en met elkaar zeg maar, lessen te leren en uiteindelijk met elkaar te bouwen zeg maar, aan betere kansen. Dus daar ben ik heel blij met dit gesprek. Maar het is dus eigenlijk terecht dat wij gaan kijken binnen de scholen wat daar gebeurt. En niet per se gaan kijken naar, zoals veel onderwijsprofessionals in de enquête invulden, naar alles wat er omheen gebeurt. Naar het beleid, naar afkomst van iemand. Nee, ik denk dat in de school moeten we het meeste doen. Hè? Dus echt hoge verwachtingen van leerlingen hebben. Zijn we alle aanpakken waarvan we weten dat ze effectief zijn. Die vinden allemaal binnen de school plaats. En dat is echt, daar kun je het verschil maken. Veel meer dan een project wat de gemeente nog subsidieert. Of een zomerschool. Dus je kunt in die school, daar moet het inderdaad gebeuren. Oké, Inge de Wolf, hartstikke bedankt voor deze bijdrage alvast. We komen straks nog bij u terug. Wissel graag even op de stoel met de stoel van Arnold Jonk. En Arnold Jonk wil ik naar voren vragen om hier aan te sluiten bij de tafel. Arnold Jonk is bestuurder van Stichting STAI. De stichting samen tussen Amstel en Hei. En onder Jonk vallen 6.000 leerlingen, als ik het goed heb, onder de koepel. Ja, we hebben 20 scholen met 6.000 20 scholen, 6.000 leerlingen. Ja. Rechts van mij zit Elise Jong, schooldirecteur van onze Amsterdamse school, een basisschool in Amsterdam-West. En tegenover mij zit Joke Middelbeek, bestuurder van de stichting Westelijke Tuinsteden met ongeveer 5.000 leerlingen. Ik vind het belangrijk om dit te benadrukken, omdat jullie eigenlijk best wel veel leerlingen vertegenwoordigen. Dat is best wel een belangrijke baan. En jullie zijn, denk ik, toch een belangrijke partner in dit gesprek. Jazeker, dat vind ik ook. Maar ik vind inderdaad dat we een belangrijke facilitator zijn in het geheel van als het gaat over kansenongelijkheid. Ik noem het ook erkende kansenongelijkheid. En volgens mij is het wel, je moet er naar handelen, maar je moet ook veel weten. En je moet wel weten hoe het kind buiten in zijn eigen omgeving leeft en woont en is. Ik onthoud je ook van faciliteren is een belangrijke voor jullie. En voor Arnold Jonk, herkent u de zorg rondom kansongelijkheid eigenlijk? Ja, zeker. Zeker? En waarom is dat een zorg? Nou, dat is de reden dat ik zelf in het onderwijs wil werken. Dus kansongelijkheid is waarom het mij te doen is. Ja. Dus terecht dat het er vaak over gaat? Ja, heel erg terecht. Ja. Joke Middelbeek, hoe vaak in de week valt het woord kansongelijkheid bij jullie op de werkvloer? Het valt vaak. Ook dat wij hebben pedagogiek voor de didactiek geplaatst. En dat doen we omdat we zien dat kinderen
in sommige omgevingen echt iemand missen. Die zij als een soort, wij zeggen dan in dat verhaal van pedagogisch tact, zeg je dat je een pedagogische oplaadpaal nodig hebt. Er zijn kinderen, en denk maar even aan je eigen tijd, welke oma of oom of tante of wat dan ook was voor jou essentieel en heeft meegedaan aan de opvoeding. Zo kijken wij ook naar kinderen. Sommige kinderen hebben dat niet. En dat begint wel met, hoe zit ik erbij? Word ik gezien? Hoe zit ik in mijn vel? Kan ik daardoor aan leren toekomen? Dus en bij ons school, is dat echt een hobbel. Bij jullie school, bij jouw scholen, het zijn er meerdere, zeg jij, kijk vooral ook naar die familieomstandigheden. Je moet het hele plaatje kennen, ja. Elise de Jong, schooldirecteur, hoe vaak valt bij jullie op de werkvloer het woord kansongelijkheid? Ja, het woord zelf niet per se heel vaak, maar het onderwerp is natuurlijk, ik denk dagelijks komt het wel voorbij. In wat voor vorm? Nou, even als voorbeeld de huidige situatie rondom de coronacrisis. Daarin zien we dat juist die kinderen die extra aandacht nodig hebben en waar we het vanavond over hebben, die soms uit beeld zijn of nog niet op school komen. Dus dat soort moeilijkheden, daar hebben we het over met elkaar. Eigenlijk het thema speelt hoe dan ook als je onderwijzer bent op altijd. De school. Altijd, ja. We gaan vandaag praten over dit onderwerp aan de hand van drie stellingen. En ter introductie van de eerste stelling gaan we luisteren naar een video van onderwijsonderzoeker Maurice Krul. Hij is onderwijsonderzoeker aan de Vrije Universiteit. Laten we gaan luisteren. Nou ja, je kan niet verwachten van een klein basisschoolteam dat ze die expertise in huis hebben. Maar een schoolbestuur zou die expertise wel in huis moeten hebben of in huis moeten halen. En dat er goede mensen zijn die de wetenschappelijke ontwikkelingen bijhouden, die methodieken testen, evalueren, ook over meerdere scholen, data verzamelen om te kijken wat werkt er nu in een bepaalde situatie, voor welke leerlingen. En dat gebeurt niet. Waarom niet eigenlijk? Heeft u een idee? Het is mij een raadsel, want scholen hebben enorme hoeveelheden geld tot hun beschikking. En als je echt kijkt wie er op dit dossier zitten, dan zijn het vaak één of twee part-timers die in een schoolbestuur zich daar dan mee bezighouden met methodiekontwikkeling en met evaluatie. Dus dat is verslagen onvoldoende, ook gezien een enorme hoeveelheid geld die er omgaat, waarvan we eigenlijk dus niet weten of die goed besteed wordt. Is er een visie van schoolbestuur hoe je onderwijsachterstanden kan bestrijden? En houden we die voor een 15 jaar vast en gaan we daarin investeren? Dat is denk ik de taak. De eerste stelling, ingeleid door Maurice Krul, luidt daarom ook: bij de evaluatie van initiatieven tegen kansenongelijkheid moeten schoolbesturen leidend zijn. En dat wil ik als eerst voorleggen aan Joke Middelbeek. Maurice Krul zegt: ik verwacht van schoolbesturen dat er een soort van 5 tot 10 jaren plan is om dit thema aan te pakken. Hebben jullie dat? Nee, en dat gaat er ook niet komen. Nee, en dat gaat er ook niet komen. Nee, waarom niet? Want ik vind de interactie tussen leerling en leerkracht, daar vinden zaken plaats. Natuurlijk heb ik een verantwoordelijkheid om te kijken hoe we daar ook het onderwerp erkende ongelijkheid meenemen. En daar moeten we natuurlijk in faciliteren. Maar we hebben academisch opgeleide leerkrachten. Ik vind dat daar een slag te maken is als het gaat over hoe zetten wij hen veel meer in dan we nu doen. Iedere school heeft ze en we zetten ze niet goed in voor het onderzoek. Dus ik zoek het meer daar. En zorg wel dat wij systemen hebben waar we ophalen wat onze ambities zijn. Hoe de kinderen dat ervaren, hoe leerkrachten dat ervaren, hoe ouders dat ervaren. Dus we toetsen niet alleen de gegevens van de kinderen, maar we leggen daar ook naast de bevindingen. Hoe heb ik dat nou ervaren? En heb ik die dingen mijn eigen gemaakt? Dat is, dus als bestuurder zegt u eigenlijk: de onderwijsprofessional is de leerkracht in de klas. Die moeten dit probleem oplossen. Het is niet aan mij om vanuit bovenaf daar een 5-jaar plan op te leggen. Niet oplossen, maar dat is wel de sleutel om het komen tot wat is er werkelijk nodig. De bestuurder kent de kinderen individueel niet. En dat is wel essentieel voor dit verhaal. Arnold Jonk, gaat dat ook zo binnen uw scholen en vanuit uw bestuur? Nou, ik moest net wel lachen toen ik hem dat zag zeggen. Want hij sprak op onze laatste studiedag bij STAI. Dus we hebben hem uitgenodigd om bij ons juist hierover te praten. En wij investeren hier best veel in kennisontwikkeling. Hè. Dus wij hebben nu met de UvA en HVA een onderzoekwerkplaats gestart op dit onderwerp. Hè, waarin heel veel leerkrachten bij ons dit soort onderzoeken verrichten om boven water te halen wat werkt nou wel en wat werkt nou niet. Wij steken daar echt wel meer in dan een paar, dan een paar part-time mensen hoor. En daar steken wij ons
Onze energie in. Wat ik is het beeld dat hij schetst, dan klopt dat niet? Of is jullie schoolbestuur een uitzondering? Nou, ik denk dat wij daar relatief veel aan doen. Maar dat geldt echt voor meer schoolbesturen in deze stad. Ik vind hem heel zwart erin. En ik denk dat je moet realiseren dat de meeste schoolbesturen op dit moment vooral heel druk bezig zijn om ervoor te zorgen dat op scholen waar veel van deze kinderen naartoe gaan, dat er überhaupt geschoolde en goede leerkrachten zijn. Dus als ik ergens veel energie heb, heb gestoken de laatste 2 jaar, is om ervoor te zorgen dat het leraartekort niet op die scholen veel harder neerslaat. Want dan kan je onderzoeken wat je wil. En van, goh, dat zou mooi zijn als we dat zouden doen, want dat is heel effectief. Maar als je de leerkrachten niet hebt, dat zeg je ook eigenlijk ook, überhaupt niet. Zeg maar, dat is echt onze focus nu. Dus ik vind dat beeld van we doen maar wat, zeg maar, en we denken niet na, dat vind ik echt veel te zwart. Ik denk dat we ontzettend veel op dit moment doen. Kan altijd meer en daar ben ik altijd voor. Maar we hebben ook als schoolbesturen niet grote onderzoekscentra of zo. Hè. Dat beeld, zeg maar, weet je, bij ons op het bestuursbureau werken 9, 10 mensen. En dan heb je het ook over de financiën, de personeelszaken en de huisvesting. Het is niet zo dat wij een soort half universiteit zijn. Wat ik wil is eigenlijk een 5 tot 10 jaren plan. Hebben jullie bijvoorbeeld op school een heel goed overzicht van alle initiatieven die binnen alle scholen spelen? Die gaan over kansongelijkheid? Nou, ik denk dat wij in ons bestuur op zeg maar de grote initiatieven, dat weten we natuurlijk heel goed. Dus dat evalueren we ook en daar maken we zeg maar prioriteiten van binnen zo'n werkplaats. Dat is zeker zo. Of je dan een soort matrix hebt met alles wat iedereen zit te doen de hele dag, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar je moet ook niet denken dat zeg maar het aanpakken van kansongelijkheid een soort apart projectje is naast je eigenlijke werk als leerkracht. Dat is wat je zit te doen. Dus wat je, waar het over gaat, dat soort onderzoek, denk ik, is past de didactiek die we gewend zijn, of de pedagogiek die we gewend zijn, of de methode die we inzetten, past die wel bij die kinderen? Ja. Daar moet je onderzoek op verrichten. Helpt het om die klassen wat kleiner te maken en daar weet je steun bij te zetten? Of moet je veel grotere klassen maken? Nou ja, dat soort afwegingen, daar moet je over nadenken. Maar het is niet regulier onderwijs en voor een paar aparte kinderen doe je een apart projectje en dat moet je nog eens evalueren en dan werkt het. Dat is een veel te simplistisch beeld. Maar goed, we zijn al een tijdje bezig met dit thema. Kansongelijkheid is ook binnen uw schoolbestuur al een tijdje natuurlijk een thema waarschijnlijk. Ja. Is er wel verbetering dan? Als we het overlaten aan bijvoorbeeld, zoals Joke Middelbeek zegt, de schooldirecteuren of de leraren aan zich? Of als u zegt, weet je, het is iets wat een leraar altijd moet doen? Het verbetert niet. En ik vind ook, en dat moeten we niet, zeg maar, die schuld kan je niet zomaar neerleggen bij schooldirecteuren of leerkrachten of een individuele schoolbestuurder. Het is niet gek als de kansgelijkheid niet verbetert als er gewoon in Amsterdam bezuinigd is op het onderwijsachterstandenbeleid. Niet door de gemeente, maar zeg maar door het Rijk. Als je een leraartekort hebt die vooral op die scholen en bij die leerlingen neerslaat, dan vind ik het raar als je denkt van, goh, als je nou wat beter zou evalueren wat je op vrijdagmiddag doet, dan zou het wel beter worden. Als zeg maar die grote beweging in het nadeel van die leerlingen is. Dus ik maak wel bezwaar tegen de gedachte dat je echt alleen naar de school moet kijken. Dat moet je ook doen. Maar dat systeem eromheen is minstens zo belangrijk. U kijkt liever naar buiten? Nou, beide. Je moet allebei in ogen schouw nemen. En als er een aantal dingen tegelijkertijd gebeuren, een oplopend leraartekort, met name op die scholen, zeg maar als armoedeproblematiek stijgt, als de jeugdzorg minder goed begint te functioneren, als armoedeproblematiek oploopt, dan is het niet gek dat in de kansen van kinderen komen als er andere systeemingrepen ook tegelijkertijd worden gedaan die niet gunstig zijn voor die leerlingen. Dan kan je niet nog eens harder gaan drukken op die leerkrachten die je nog hebt. Zeg maar. Dat vind ik. Ik vind het ook beperkt om alleen naar de school te kijken. Die context is er ook en die verslechtert. En daar vraag ik echt aandacht voor. Elise, hoe is het bij jouw schoolbestuur? Je bent zelf schooldirecteur. Zijn die dingen aan het regelen voor kansongelijkheid van bovenaf? Of laat jij het? Doe je het zelf of laat je de leerkrachten doen? Het is bij ons beide. Vanuit het bestuur, vanuit AMOS, zijn er werkplaatsen ook inderdaad waarin wij als directeuren samenkomen. En daarin is kansongelijkheid zeker een thema. Er is ook een onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar hoe de scholen binnen AMOS hun schooladvies geven. En of achtergrondkenmerken daarbij leidend zijn geweest.
Het ging trouwens vooral over het heroverwegen van het schooladvies. Dat heeft zich voortgezet in een groep directeuren die daar verder onderzoek naar doet. Dus het is wel een thema. Ja. Ja, het komt vanuit het schoolbestuur. Ja, maar tegelijkertijd wil ik toch ook wel zeggen dat ik vind dat we er allemaal verantwoordelijk voor zijn. Dus om het alleen maar bij een schoolbestuur neer te leggen, dat is nou juist niet wat we willen. En dat is wat de leerkrachten ook heel onprettig vinden als iets top-down wordt besloten. Dat betekent ook dat als je als school een plan maakt op het gebied van kansongelijkheid, dat ik vind dat je de verantwoordelijkheid hebt om daar goed over na te denken en om daar ook een gedegen plan neer te leggen. Maar moet je dan niet elke keer het wiel opnieuw uitvinden? Moet je, als jullie op schoolniveau een initiatief starten, misschien is er een andere school wel mee bezig en heeft hij al uitgevonden dat het niet werkt? Ik ben altijd ervoor om kennis te delen. Dat is hartstikke goed. En tegelijkertijd, gebeurt dat ook? Ik denk te weinig. Te weinig? Ja, ik denk te weinig. Wat is weinig? Nou, kijk, binnen ons bestuur hebben we wel kennisuitwisseling, maar het mag meer. En tussen de besturen is het er eigenlijk niet, denk ik. Kijk even naar jou, Arnold. Nou, wij hebben nu zo'n onderzoekwerkplaats waarin een aantal besturen samenwerken. Oh, toch? En dan heb je ook een aantal van die leerteams die ook bovenbestuurlijk zijn. Maar het is vaak al moeilijk genoeg om binnen een school tot kennisuitwisseling te komen. En tussen scholen is het ingewikkelder en tussen besturen wordt het nog weer ingewikkelder. Het onderwijs is hier niet op zijn best in, hè? Dat is gewoon waar ook. Ja. Ja. Dus is hier wel wat te winnen, even voor alle heel drie? Veel. Is dit waar we naartoe moeten? Ik even aannemen dat dit een goede stap is. Als er meer wordt gedeeld tussen de schoolbesturen bijvoorbeeld, maar ook tussen scholen onderling. Wie is daar dan verantwoordelijk? Is dat niet juist een taak voor de schoolbesturen? Ik voel me daar verantwoordelijk voor, dus wij steken daar een hoop tijd in. En Joke? Ja, we doen hetzelfde. Maar het gaat er inderdaad om dat je kijkt naar de cultuur waar je in staat als school. Alle scholen van Westelijke Tuinsteden staan in Nieuw-West. Er is ook altijd een beeld, en ik denk dat we daar ook met elkaar eens voorzichtig moeten kijken. Wat wordt er altijd geroepen over Nieuw-West? Als je als kind geboren wordt, heb je het idee, wat ga ik voor iets leuks doen in de wereld? En als je in Nieuw-West zit, dan zeggen ze, nou, het is toch wel een beetje jammer dat je aan die kant van de ring geboren bent. Dat hoor je een kind nooit zeggen, overigens. Dus in die context, denk ik, daar moeten we echt ook niet stigmatiserend al van tevoren zeggen, daar moet iets gebeuren wat we nog niet gedaan hebben. We doen ontzettend veel. Iedere week komen directeuren bij elkaar, wisselen we dingen uit. We hebben net zo goed een platform waar leerkrachten bij elkaar komen om dingen uit te wisselen. Leerkrachten hebben ook zelf initiatief om te zeggen, ik loop tegen dit probleem aan, ik organiseer even wat, we hebben daar een tool voor om dat te regelen. En dan roep je mensen bij elkaar en dan wordt dat onderwerp besproken. Mensen kijken bij elkaar in de scholen, geven elkaar feedback. Dat doen we. We monitoren ook de opbrengst van waar zijn de kinderen naartoe gegaan, welke scholen zijn dat en hoe hebben ze dat derde jaar gedaan. Dat wordt dan bijgehouden ook op het VO. En dat vertalen we terug. Hoe was ons advies dan? Ja. En wat hebben we eraan gedaan? En is dat een goed advies geweest? Dat evalueren we iedere keer. Ik hoor best wel veel initiatieven, best wel veel dingen die spelen en wordt geëvalueerd. Wordt het dan goed geëvalueerd? Als we zeggen, we besteden er veel aandacht aan en toch is het de afgelopen jaren groter geworden. Ja. Dan doen we iets met z'n allen niet goed. Die constatering kan je eigenlijk wel doen. En dan laten we dus ergens iets liggen. Dus als het zo simpel was dat we zeggen, nou, nu hebben we het en dan gaan we het zo doen. Het is kennelijk weer barstiger dan dat. En daar zijn we ook wel onderzoek naar aan het doen van hoe zit dat dan? En er wordt onderzoek naar gedaan en misschien komt het te weinig samen. En misschien komen ook sommige partijen nog te weinig samen. Want iedereen ziet een stukje van dat kind. Welke partijen zouden moeten samenkomen? Nou, ik vind dat zorg en welzijn en onderwijs hier ook wel een belangrijke rol hebben. Zorg en welzijn, dat zijn partijen die open aan tafel in principe al buiten school. Ja, we spreken ook wel in. Ze zijn heel erg aanwezig tijdens schooltijden. Er marcheert van alles en nog wat langs en in scholen. Maar we spreken elkaars taal ook wel moeilijk en we kunnen niet echt met elkaar over, want dan is er geheime informatie uit, dat mag niet zomaar. Ja. Dus je mag die informatie niet uitwisselen, maar het zal ons heel erg helpen als we daar met elkaar echt ook wel partners zijn. Ja. Elise, we hebben al meerdere keren gezegd, er gebeurt heel veel. Toch lijkt het alsof het niet per se veel beter gaat met kansongelijkheid. Ik word er een beetje mismoedig van. Hoe heb jij dat?
Als ik dat lees, word ik daar zeker ook mismoedig van. Maar als ik aan het werk ben, heb ik dat helemaal niet. Nee, dan zetten we onze schouders eronder en zijn we gewoon iedere dag heel hard bezig om alle kinderen goed onderwijs te geven. Maar is het dan ook niet aan jou en aan lerarenteams die onder jou werken om daar wel de hele tijd mee bezig te zijn als ze in de klas staan? Om de hele tijd bezig te zijn met het vraagstuk kansongelijkheid. Nou, wat ik vooral denk de hele tijd nu is... Er wordt gedaan alsof het iets is wat naast onze andere werkzaamheden in de school bestaat. Terwijl ik denk, de essentie van kansenongelijkheid is dat je goed onderwijs geeft aan alle kinderen. En aan deze kinderen misschien nog net een beetje beter. Maar niet dat je totaal iets anders gaat doen. Dus als jouw onderwijs goed in elkaar zit, als je de kinderen goed leert lezen, goed leert rekenen, goed leert schrijven en ze de kennis van de wereld om hun heen bijbrengt, dan doe je al heel wat. Dan ben je gewoon al heel goed bezig. Is dit, even aan alle drie, is dit een thema waar we nog heel lang over moeten praten, nog heel lang mee bezig zullen zijn en wat misschien wel een soort onoplosbaar probleem is? Nou, kijk, ik denk altijd van kansongelijkheid. Als je er niet naar blijft investeren, als je niet naar blijft zoeken, wordt het vanzelf erger. Dat is gewoon hoe de maatschappij zeg maar, zich ontwikkelt. Dus je moet er de hele tijd tegen in roeien. Dan kan je er mismoedig van worden. Want als je er een paar jaar geen aandacht aan besteedt, dat hebben we in Nederland gezien, dan is het en je kijkt er weer eens naar, dan blijkt het ineens erger te zijn geworden. Ja. Dus je moet er de hele tijd van bewust zijn en de hele tijd zoeken waar nieuwe ongelijkheden, hoe ze ontstaan en wat je daaraan moet doen. Je ziet dat nu rondom het leraartekort, zoals ik zei. Dan moet je dus daar heel erg op gaan letten. Want zo ontstaan nu de ongelijkheden. Het is blijven werken. Maar ook vooral blijven nadenken over de vraag, waar ontstaat het nu? Zullen we naar een moment gaan dat we heel concreet maken, waar ontstaat kansongelijkheid, waar zien we het? En Elise, dat ligt een beetje ook in jouw moment op school, of eigenlijk bij een schooldirecteur ook wel. Namelijk het moment dat de schooladviezen worden uitgedeeld. Kinderen krijgen, als ze in groep 8 zijn, een schooladvies over welk niveau ze aan kunnen op de middelbare school. En uit onderzoek blijkt dat dit vaak verschilt van de CITO-score die ze daarna krijgen. Als we dan kijken naar de achtergrond van iemands ouders, dan blijkt het dat we de docenten eigenlijk, en misschien de schooldirecteuren, meer onderadviseren als je laagopgeleide ouders hebt. Dit is een heel specifiek probleem. Als we terug naar de stelling gaan, hoe leidend is de schoolbestuur als het gaat over onder- en overadviserend? Kijk, een schoolbestuur zit niet bij mij aan tafel om de adviezen van de kinderen door te spreken. En dat hoop ik ook dat dat niet gaat gebeuren, want dat kunnen we eigenlijk wel goed zelf. Wat bij mij wel heel erg heeft geholpen, het onderzoek wat er is gedaan, daarin werd heel erg duidelijk dat ook binnen ons bestuur dat dit probleem aan de orde was. Ik geloof dat van de kinderen die een hogere CITO-score hadden gehaald dan hun schooladvies eigenlijk was, werd 70% niet opnieuw niet heroverwogen. Dus werd het niet bijgesteld naar boven. Dat die mogelijkheid is er. En dat werd vooral niet. Ja, omdat leerkrachten en scholen en we toch met z'n allen denken dat dat het beste advies is wat we hebben gegeven. En dat wil ook niet zeggen dat dat niet zo is. Het kan ook zijn dat dat advies wel passend is geweest. Maar als je kijkt naar de achtergrondkenmerken van kinderen, die hebben we daar ook in mee kunnen nemen. Dan zien we dat juist bij ouders die lager opgeleid zijn, dat juist die kinderen niet die kans krijgen die ze misschien wel nodig hebben. Kansongelijkheid. En dat besef, als je dat hebt als school, denk ik dat je al een behoorlijke stap genomen hebt. Ja, ik vind dat aan. En hoe is het schoolbestuur daarmee omgegaan? Hebben zij een belangrijke rol daarin? Ja, hier hebben zij een belangrijke rol in gehad. Ja, want zij hebben het onderzoek, het initiatief genomen om het onderzoek te nemen, te gaan doen. Daar een bureau ook voor ingeschakeld. Het gedeeld met ons als directeuren. Het zorgde soms wel voor wat. Scheve gezichten, want iedereen vindt van zichzelf dat hij toch heel waarachtig en oprecht een schooladvies opstelt. Maar we moeten dus constateren dat dat niet altijd zo is. Kon dit alleen vanuit het schoolbestuur zo worden gezien en geregeld en aan iedereen worden verteld? Ja,
dit kan je niet, als individuele school heeft dit niet zoveel zin. Ja. Hoe is dat bij Joke Middelbeek? Hebben jullie ook zo'n inzicht gehad? Ja, we hebben alle scholen in Nieuw-West. Ik weiger echt aan te nemen dat ik alle kinderen daardoor te laag adviseer. Dat de scholen dat doen, zou ik wel zeggen. Dus dat geloof ik echt niet. En die intentie is er ook niet. Maar het effect kan er soms wel zijn. Dat heeft ook te maken met als je een dubbel advies geeft. Dat als de kinderen... Dubbel advies? Je geeft MAVO-HAVO advies bijvoorbeeld. Okay. En het wordt MAVO, dan is het afstroom in de systemen. En als het HAVO wordt, dan is het opstroom. Dus in principe heb je het als school niet goed gedaan. Want je hebt of te laag of te hoog advies gegeven. Wij proberen dat steeds te monitoren. Dus we gaan echt kijken bij de scholen voor het onderwijs. Veel kinderen blijven ook in Nieuw-West naar de middelbare school gaan. En we nemen daar ook onze POVO Spring High mee. Om te kijken van hoe gaat het daar dan. POVO Spring High? Ja, dat is een school waar 10 tot 14 onderwijs is. Dus daar zit die knip met groep 8 eigenlijk niet. Dus we kijken daar, wat gebeurt daar met groep 8? Dus we proberen daar zoveel mogelijk informatie binnen de stichting op te halen. Want een hoge verwachting je kan een hoge verwachting hebben. Wat bedoelen we daar precies mee? Ja. Ik heb een hele hoge verwachting. Ja, wat merkt dat kind daarvan? Dus in die context denk ik, hoe gaan wij ons steeds verbeteren aan de hand van de gegevens die we hebben? Maar is dit dan een gesprek die jullie als schoolbestuur, of als bestuurders van het schoolbestuur, voeren met de directeuren? En met de leerkrachten. Constant? De directeuren met de leerkrachten. Niet constant, maar op momenten dat speelt, dus die cijfers vrijkomen, dan kijken we daarna, analyseren we dat ook met elkaar. We maken bovenschools die analyse. We kijken met de directeuren van, maar hebben we het goed gezien? Dus we doen de analyse nog samen. En we gaan vervolgens kijken van, hoe ervaren leerkrachten dat? Hoe gaan we hiermee om? En ik vind het een plaatje van de hele school en niet alleen van de groep 8 leerkracht. Dus we kijken echt als hele school daarnaar, hoe zit dat dan? Goed, ik ga Elise voor deze ronde even bedanken. Jij komt straks weer terug. Maar je wisselt nu met onze volgende gast Wilbert Sawat. Leerkracht op de basisschool De Achtsprong in Amsterdam Zuidoost. En dan gaan we door naar de volgende stelling. Mentorprojecten, culturele uitstapjes, bliksemstages, burgerschapsonderwijs, gedragsprogramma's, kunstvakken, naschoolse activiteiten, verlengde schooldagen, taalklassen, voorlees, senioren, bijlessen, huiswerkklassen. Het is een greep uit alle initiatieven die wij tegenkwamen tijdens ons onderzoek. Een greep uit de initiatieven die de Amsterdamse basisscholen trekken. Een greep uit de initiatieven die de Amsterdamse basisscholen doen om kansongelijkheid aan te pakken. En uit onze enquête blijkt dat er tal van initiatieven zijn en net zoveel definities van kansongelijkheid. De tweede stelling luidt daarom: alle goede bedoelingen ten spijt. De versnipperde aanpak zorgt ervoor dat we te langzaam verbetering zien. Inge de Wolf, ik kom even bij je terug, onderwijsinspecteur en onderwijsonderzoeker. Jij doet al heel lang onderzoek naar kansongelijkheid. Die versnipperde aanpak, is dat een groot probleem? Ja, ik denk dat dat een heel groot probleem is. En dat jullie dat onderzoek dat ook laat zien, dat die er heel duidelijk is. En de reden is dat eigenlijk als we niks doen, dan wordt die kansongelijkheid sterker. En ik denk dat het een belangrijk thema is om daar eigenlijk maar een beetje door te modderen zoals we nu bezig zijn. Ik denk dat er voor de schoolbesturen en voor de schoolleiders en voor de leerkrachten eigenlijk drie dingen heel erg belangrijk zijn hierin. De eerste is focus echt op interventies die werken. Dus eigenlijk op kansrijke interventies. Dus we weten van die lijst die je net opnoemde, dat daar een aantal dingen gewoon duidelijk bewezen geen effect hebben. En het is al zo druk, zeg maar, op school. De werkdruk is al hoog. En als we met elkaar ook nog dingen zitten te doen waarvan we weten dat ze niet goed werken, dat is, vind ik, zonde van alle tijd en energie. Dus eigenlijk één is focus op die kansrijke interventies. Ik vind het ook kwalijk dat de wetenschap nog te weinig die aandraagt. Dus dat vind ik nog wel een belangrijk punt van de wetenschap. Daar moet echt meer informatie ook over komen waar leraren en schoolleiders en bestuurders mee uit de voeten kunnen. Een tweede is evalueer. En evalueer bij, ik denk dat we net mooie voorbeelden van hebben gezien, maar evalueer bij de leerling. Dus ik ga niet zeggen van, we hebben met elkaar bedacht dat het toch wel leuk werkte. Maar kijk ook echt, hebben de
interventies echt geleid tot of andere adviezen of bijgestelde adviezen of hogere leerprestaties of een beter zelfbeeld. He, dus kijk echt, zeg maar, wat doet het met die leerlingen. En een derde, en dat is denk ik voor die eerste twee ook relevant, zoek partners. Dus ik vond eigenlijk die voorbeelden die net genoemd werden, van die werkplaatsen die er zijn, zelf ook een academische werkplaats opgericht. Dat zijn hele goede voorbeelden. Dus onderzoek, zeg maar, samen met mensen uit de onderwijspraktijk en met wetenschappers, onderzoek wat werkt. En evalueer dan ook met elkaar. Dus liever, zeg maar, al die tijd en energie focussen. Met elkaar leren en met elkaar uitproberen wat werkt. Juist voor deze kwetsbare groepen leerlingen. En dan met elkaar leren. En volgens mij komen we alleen met elkaar daar. Dus zoek partners. Dus eigenlijk en focus. Met partners, ja. Bedoel jij specifiek onderzoeksbureaus die nagaan of jouw initiatief hebben gewerkt? Ja, dat zou een interessante partner kunnen zijn, wetenschappers, maar ook elkaar. Zoek als scholen elkaar op. We hebben dus eigenlijk, het kan uit de praktijk zijn, het kan, zeg maar, uit de wetenschap zijn, het kunnen onderzoeksbureaus zijn. Maar ik ben heel erg bezorgd dat we ook deze klus, zeg maar, weer helemaal bij de leraar neerleggen. Hè, die dan ook nog eens even moet bedenken, hoe moet ik dit nou weer oplossen? Dus volgens mij, ja, zoek partners, zeg maar, met elkaar kunnen we hier, denk ik, tenminste is mijn hoop, verder komen en die trend keren. Bij ons aangeschoven een leerkracht, Wilbert. Ja. Welkom. Jij vertelde ons eerder dat je het gevoel hebt dat je vaak het wiel opnieuw moet uitvinden. Ja. Waar had je het over? Omdat de kennis die er echt wel is, gewoon ook heel moeilijk te vinden is. Welke kennis en waarover? Wat effectief is, wat echt helpt. En natuurlijk goed onderwijs onder schooltijd. Maar het is ook logisch dat als de kinderen veel meer uren maken, dat ze daarmee ook een inhaalslag maken. En mm-hmm. Dat doe je met verlengde schooltijd, met interventies als een leerloop of een mentproject daarbuiten. Want mm-hmm. binnen die 5,5 uur op school ga je het ook niet redden. Ook al is het een goed onderwijs. En waarom ben jij het wiel aan het uitvinden? Wat heb je al zo uitgevonden bijvoorbeeld? Een versnippende aanpak is bij ons is dat ideaal eigenlijk. Omdat, in die zin, je kan wel maatwerk leveren. Want wat bij een andere school werd bij ons niet. Het wordt met een gemiddelde gewerkt bij Stichting Leergeld. We hebben een onderzoek gezien op 1 op de 9 leeft in armoede. Maar die cijfers zijn bij ons 3 op de 5 bij wijze van. Dus een aanpak voor 1 op de 9 werd bij ons niet. Bij een gemiddelde van 3 op de 5. Ja. Arnold, ik hoor je een leerkracht en die zegt, versnippende aanpak eigenlijk juist altijd. Want bij mij op de vloer is het totaal anders dan bij iemand anders op de vloer. Is dat zo? Als jij als schoolbestuurder daarnaar kijkt en je ziet al die scholen naast elkaar, is het zo gevarieerd? Is er echt geen overkoepelende aanpak te verzinnen? Het is nog gevarieerder dan je nu denkt. Dus zeg maar de verschillen tussen Amsterdamse scholen qua populaties zijn echt waanzinnig groot. Dus dat je heb je denkt, een voorbeeld? Nou, dus gaan scholen vrij vlak bij elkaar met, zeg maar, een enorme populatie qua een grote school met 600-700 kinderen, waar de helft, zeg maar, dokter is of of advocaat. De ouders. Ja, de ouders. Ja. En 200 meter verderop jouw beeld, zeg maar. En dat heeft qua, zeg maar, aanpak en qua kansgelijkheid echt niets met elkaar te maken. En als je denkt dat je één aanpak over al die scholen moet uitrollen, dan heb ik verder ook niks meer met je te bespreken. Ja. Maar er zijn wel aanpakken te verzinnen die voor deze specifieke twee scholen, zeker, waar er meerdere van zijn. En dat is dus de interessante vraag. Dus zeg maar over alle scholen in Amsterdam, dat heeft geen enkele zin en dat hoeft ook helemaal niet. Dus en het is ook zo dat bijvoorbeeld in Zuidoost, dat vind ik heel erg mooi, hebben ze een projectiebureau waarin ze heel veel kennis proberen te verzamelen over wat voor soort interventies wel werken. En de meeste dingen die je noemt, zijn van die losse projecten buiten schooltijd. Dat verbaast mij ook wel. De enorme pluriformiteit daarin. En de enorme hoeveelheid korte dingen. Waarvan ik ook steeds denk van, is dat eigenlijk wel zinvol? Dat zijn niet zo heel veel voorbeelden die je noemt die, zeg maar, binnen schooltijd zouden gebeuren. Het zijn heel veel projecten daaromheen. En dat valt me ook op. Wat je werkt in het Amsterdamse onderwijs. De hoeveelheid maatschappelijke organisaties die de hele dag op je afkomen met van, ik heb iets leuks voor jouw kansarme leerlingen, dat is ook echt waanzinnig. Je bent vooral nee aan het zeggen. Ja. Dus de hoeveelheid mensen, dat is ook mooi, want de hoeveelheid maatschappelijke energie die er is, weet je, rond het thema, zorgt er ook voor dat heel veel organisaties, met geld en al, zeggen van, we komen het voor je oplossen en dan hebben die leerlingen een mooie dag. En de meeste van de schoolleiders bij ons die met die leerlingen werken, zeggen dus ook vooral nee. Hè? Want ze willen prioriteit stellen bij, zeg maar, gewoon goed degelijk onderwijs. En proberen daarbuitenom
dat je die kinderen ook een rijk aanbod te geven. Want kinderen zijn geen reken- en taalmachientjes en wiskundemachientjes. Die verdienen ook een brede ontwikkeling. Ja. Dus daar moet je ook naar zoeken. En dat is ook het moeilijkst evalueerbare deel van zeg maar kindontwikkeling. Reken en taal gaat nog wel, maar dat andere stuk. En hoe ontwikkel je dat dan? Ik pak even één ding uit je antwoord. Want je zegt, er zijn heel veel externe partijen die heel veel willen doen. En mijn mailbox loopt open van mensen die zeggen, ik kom inclusief geld jouw probleem oplossen. Ja. Is dat bij jou ook zo? Nou, hebben daarvoor wel eigen partners. Het Jeugdeducatiefonds, ABN AMRO, daar doen we veel mee. Ja. We maken echt bewuste keuzes. Ja, wij maken wel bewuste keuzes. Ja. Dus de verlengde leertijd, leerlab, mentorproject, meer doen wij als school niet met samenwerkende partners, terwijl het aanbod super groot is. Ja. Maar we hebben wel vaste partners voor de langere tijd, langere periodes en structureel. Ja. En die dingetjes onder schooltijd, daar maken we bewuste keuzes in, als in wereldvergroting, perspectief bieden, educatieve schoolreisjes, stages naar een groot garagebedrijf. Dan is het de bedoeling dat het geweldig is natuurlijk als ze in een Porsche kunnen rijden, maar het is ook geweldig om aan een Porsche te sleutelen als monteur. Je wil ze met die uitjes wereld vergroten en perspectief bieden. En dat is moeilijk. Inge zegt net, het is belangrijk dat als je initiatieven doet, evalueer en kijk of leerlingen erop vooruit gaan. Hoe is dat bij jouw project? Nou ja, dat is dus bij een leerloop of een mentorproject is dat veel harder of beter te controleren met schoolresultaten. Ja. Maar waar ik het over heb, die extra dingen, het wereldvergroting, dat is op langere termijn niet meetbaar, op langere termijn meetbaar, maar op dat moment niet. Maar dan gaat het wel om het welbevinden. Er zijn kinderen van ons die gewoon niet in Amsterdam Centrum zijn geweest. Op het Museumplein, geen idee wat dat is. Ja. En dus je sleutelt ook aan allerlei andere dingen. Ja, en daarmee het is niet meetbaar. Ik weet niet of ze taal leren of begrijpen met lezen of rekenen. Maar het is wel heel belangrijk om dat te doen. Ja, het geeft als wij. We hebben betere kansen te geven. Ja, wij hebben het wel over bagage en vervoer en douane. En wij hebben dan een uitje naar Schiphol. Ja, er zijn kinderen die nog nooit op reis zijn gegaan met het vliegtuig. Maar die weten dan wel van, oh, werd dat zo? Oh, dus er lopen mensen met wapens rond. Marseille, wat is dit? Maar dat is wel allemaal woordenschat wat dan vergroot wordt. Als je naar Schiphol gaat, is dat dan het aanpakken van kansongelijkheid binnen de scholen? Ja, omdat je, nou ja, ik denk dat je kinderen perspectief biedt in wat ze ook kunnen doen als om een beroep uit te oefenen. Van wat kunnen ze? De wereld is groter dan hun eigen wijkje waarin ze tussen de flats aan het voetballen zijn met leeftijdsgenootjes en met verkeerde invloeden, laat ik zo zeggen. Ik wil even naar Inge de Wolf. Als jij dat zo hoort, er zijn allerlei initiatieven van buitenschool. En Wilbert kiest ervoor bijvoorbeeld om met de kinderen, om dat even als voorbeeld te nemen, naar Schiphol te gaan. Is dat een initiatief waarvan jij zegt, ja, dat is een structurele aanpak en geëvalueerd en dat helpt in de kern om dit probleem aan te pakken? Nou, het vergroten van wereldbeeld, hè, daarvan weten we inderdaad dat effectief is. Ik vind een mooi voorbeeld de IMC Weekendschool. Hè, die hebben ook wetenschappelijke evaluaties en laten ook zien dat het inderdaad voor zelfbeeld en zelfvertrouwen voor leerlingen goed is. Ik vind het hier wel door elkaar lopen, wat is gewoon goed onderwijs? Hè. Dit is misschien weer een voorbeeld van goed onderwijs dan een specifieke interventie die gericht op kansenongelijkheid. Hè. Dus we gaan met alle leerlingen zeg maar, naar Schiphol. Volgens mij een heel goede, effectieve manier zeg maar, om de horizon te verbreden. Maar om te zeggen dat het kansenongelijkheid is, ja, vind ik moeilijk. Volgens mij loopt het te veel door elkaar in de discussie. Ja, maar als ik het vergelijk met kinderen die zijn nog nooit daar geweest, nog nooit op reis geweest, dan denk ik ontneem ze dus, of ik geef ze dus eigenlijk de mogelijkheid, ik geef ze die extra's. Dus ik denk daarin dat wij in wij kennen die armoede niet. Tenminste, ik ga ervan uit dat jullie die niet kennen. Ik ken het wel een klein beetje. En wij kunnen ons dat heel moeilijk voorstellen. Als jij je daar niet in kan verplaatsen, alleen al een avondspel met familie, een bordspel, risken of welk bordspel dan ook, dat doen die kinderen niet. Voor ons is dat vanzelfsprekend. Ja. En dat kan je niet verzinnen. En hoe heb jij dan elke keer in jouw achterhoofd, ik ben nu aan het werken aan gelijke kansen voor deze kinderen, als jij met ze naar Schiphol gaat? Hoe ik daarop aan het werk ben? Nee, heb jij dan in je hoofd, ik doe dit nu, want om kinderen gelijke kansen te geven, ga ik met ze naar Schiphol. Hoe ruim jij het wel? Want Inge zegt, ik vind dit niet direct kansengelijkheid aanpakken, zo'n initiatief. Jij vindt van wel? Ik van wel. En waarom? Leg ze uit. Omdat het kind dan echt ziet, omdat het anders als het thuis blijft bij de gezin of bij de familieleden die niet daar werken, daar nooit mee in aanraking komen. Ja. En ze zegt ook, dat is echt wel wereldvergrotingseffectief. En dit is voor die kinderen wereldvergroting. Voor ons niet, omdat wij daar vaak komen, maar voor deze kinderen wel. Inge, waarom ben je het hiermee oneens?
Nou, ik vind dit gewoon goed onderwijs. Hè? Ja. Dus dat is een beetje wat in die discussie. Dus het is heel goed dat jullie dat doen. Dat is echt. Maar als het gaat om gelijke kansen, dus welke leerling heeft wat nodig, hè, dan gaat het veel. Daar gaat het al meer om. He, dus alle leerlingen gaan mee. Maar dan kun je nog binnen zo'n Schipholreis, om het even. He, kun je nog zeg maar sommige kinderen. Nou ja, meer uitdagen dan anderen. Bij sommigen denk je misschien van, nou, laat die maar, zeg maar. He, maar de mechanismen bijvoorbeeld over dat verschil in verwachting. He, dat Matthäus-effect vind ik altijd uit de wetenschappen mooi iets. Dus als een leerling, zeg maar, iets niet goed kan. En een leerling is over het algemeen, zeg maar, met hoogopgeleide ouders. Dan denkt een leerkracht heel vaak van, nou, ik heb het niet goed uitgelegd. En als een leerling, zeg maar, uit de arme milieus, meer kansarme milieus komt. En die denkt, ik kan iets niet. Dan zegt een leerkracht denkt heel snel van, oh, jij bent niet slim genoeg. Als je die mechanismen, zeg maar, niet aanpakt. En je gaat met die leerkrachten die dat om, iedereen doet dat. Hè, dus dat onbewust nog doen naar Schiphol. Dan denk ik, nou, dan heb je wel goed onderwijs wellicht gegeven, maar dan heb je nog steeds, zeg maar, je gelijke kansenprobleem niet aangepakt. We hebben dat gelijke kansenprobleem niet goed in de radar eigenlijk. We maken het breed en groot en alles, binnen, Joke, buitenschool. Ik zag jou een beetje neeschudden tijdens dit verhaal. Heb ik dat goed gezien? Tijdens welk verhaal? Het verhaal van Inge? Nou, het gaat het gaat erom dat we. Als je het hebt over kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming, moet je inderdaad veel breder kijken. Ook in de woonwijk van de kinderen zelf. Waar hebben ze de relatie mee? Kennen ze ook de buurt wel? Armoede maakt ook dat je van huis naar school of van school naar huis, want er is niet iets anders. Je kan niet ergens naar een clubje of zo, want daar is geen geld voor. Wij hebben door corona ook met de onderwijs op afstand in huizen kunnen kijken van kinderen, waarbij leerkrachten ook schrokken van wat ze zagen. Hadden we dat eerder moeten weten? Hadden we dat eerder kunnen weten? En wat doen we er dan nu mee? Dat zijn vragen die wij dan wel, die ik ook wel stel, waar we het over hebben. Want hoe gaan we dit? Wat hebben we gezien? Maar we hebben ook kinderen uit situaties gehaald en de scholen weer open gedaan voor ze, ondanks het feit dat het coronatijd was en er alleen maar noodopvang was. Om te zorgen dat die kinderen weer naar school konden in de ochtend, om ze structuur te bieden. Ja. Dus en dan zeg je, ja, waarom doe je dat? Omdat je ziet dat die kinderen echt niet verder komen. Die lopen vast en die raak je nog meer kwijt. Nou. Had je dit ook door voor de coronatijd? Want nu in de coronatijd komt dat ineens tot de uiting. Wie zijn echt die kinderen die thuis een moeilijke omgeving hebben om mee te komen? Nou, ik ben het daarom wel eens dat je het helpt om anders te kijken. Soms heb je iets nodig om anders te kijken van wat gebeurt hier? Hebben we dit wel gezien? Want in de gewone schoolstructuur zie je dingen soms ook niet meer. Of kinderen houden dingen ook weg. Dat kan ook. En dat helpen ze zichzelf niet mee, maar daar zit of schaamte op, of weet ik wat het is. Of het gevoel van, ik heb op een VBO gewerkt en daar hadden kinderen een BlackBerry in. Er zat echt geen kaartje in of zo, maar ze hadden wel een BlackBerry. Maar ze zeiden niet tegen elkaar dat er geen kaartje in zat. Ja. Nou, zo zie je ook, dat speelt ook op onze scholen. Kinderen zijn heel goed op de hoogte wat je eigenlijk zou willen hebben. Dingen. Je geeft nu een paar voorbeelden van dingen en ik denk elke keer, wat heeft dit eigenlijk te maken met kansongelijkheid? Dat heeft te maken met dat zij anders kijken omdat ze iets niet hebben. Er is een soort, ook in hun thuiswereld, een soort leegte waar ze wel zien van, hé, maar die leegte zou ik willen opvullen en die vul ik op met, nou, daar heb ik dingen voor nodig, in ieder geval ook geld. Want ik heb nu die situatie niet. En dat maakt dat kinderen niet altijd open kunnen zijn of willen zijn, dat een beetje wegstoppen. En nu kon dat niet. In coronatijd konden ze dat niet wegstoppen. We hebben dus iets meer gezien. En ik vind dat we verantwoordelijkheid hebben om na te denken wat we daarmee moeten. En zet je dat nu om naar iets binnen jouw beleid, als ik het zo mag noemen? Nou ja, de scholen gaan nu weer starten. Hè? Dus het is echt een denkproces waar we nu een paar, wat ons een paar weken al wel bezighoudt. Want wat betekent dit? En wat moeten we hier nu mee doen? Ja. Om te zorgen dat kinderen niet iets weghouden. Dat die openheid zou er moeten zijn in een veilige, goede pedagogisch klimaat. Zodat je veel beter snapt wat er nodig is. Ja. En dat zou wel eens kunnen helpen in het proces waar kinderen tot leren komen. Ja. Dus er wordt geleerd in deze tijd heel snel bij jullie. Ik wil even naar het spanningsveld dat een klein beetje werd aangekondigd door jou eigenlijk. Je zegt, het moet wel versnipperd zijn, want elke school is zo anders. Arnold Jonk gaf daar eigenlijk ook een goed voorbeeld van. Hij zegt, ja, je weet niet hoe verschillend het wel niet is bij verschillende scholen.
als we nou dat probleem kansenongelijkheid dan bekijken, is het alleen maar mogelijk om dat aan de leerkracht over te laten en zit het daar? Of moeten we het groter kijken? Waar is eigenlijk de middenweg? Nou, ik denk dat dat je een aantal gunstige condities moet scheppen voor leerkrachten om hun werk te doen. Ja. De eerste is dat ze er überhaupt zijn. Laten we dat even gezegd hebben, dat ze er überhaupt zijn. Tweede is dat ze kennis hebben van wat effectieve pedagogiek is en didactiek is voor die leerlingen. Daar wijst Inge natuurlijk terecht op. En ten derde hebben die leerlingen vaak een rijker aanbod nodig, om alle redenen die Wilbert net gaf en Joke ook geeft. Dus daar moet je ook een rijker aanbod bij geven. En die kennis, die kan je ontwikkelen. Daar moet je dus in investeren. Daar heb je allerlei dingen voor. Daar kan je onderzoeken doen, zoals Amos dat heel goed doet. Of met je werkplaatsen, zoals wij dat doen. Het liefst doe je alles. Die eerste stap, dat ze er überhaupt zijn, zeg maar, daar is echt heel goed beleid voor nodig. En de derde, daar heb je gewoon al die mooie programma's voor die de hele dag op je afkomen. En daar moet je een goede keuze in maken. Ja. En pas als je die alle drie hebt, kunnen leerkrachten hun werk doen. Ja. Want als ze er gewoon niet zijn, kunnen ze hun werk niet doen. Als ze die kennis niet hebben, dan gaan ze zich vervallen in het soort fouten die Inge, wat je beschrijft. En dan kan je mensen niet kwalijk nemen. En als ze er wel zijn en de kennis hebben, maar gewoon niet de middelen hebben of de omstandigheden, om een rijk aanbod neer te zetten, dan lukt het voor die leerlingen ook niet. Dus, en te vaak missen dus deze drie dingen die jij net noemt. Als een goede omgeving, kennis van wat werkt en een rijk aanbod. Ja. Van en waarom is dat? En als een van die drie dingen wegvalt, dan valt je kansengelijkheidproject om. Ja. Dus als er geen leerkrachten zijn, dan valt het om. Ja. Dan moeten we dus wat aan doen. Ja. Nou, we doen niks anders. Ja. Als ze geen kennis hebben, dan maken mensen gebruik van methoden die bij die leerlingen niet aansluiten. Ja. U zei eerder al, daar valt nog wel wat te winnen als we misschien gaan delen. Dat is mijn stellige indruk. Ja. Dat daar nog in Nederland veel te winnen is. En er wordt dus ook onderzoek naar gedaan. Ja. En derde, dat rijke aanbod. Ik denk dat we dat eerlijk gezegd, dat dat nog het beste is in Amsterdam. Al die projecten op dat rijke aanbod, volgens mij is dat wel mooi. Of ze allemaal effectief zijn of efficiënt in geld, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij kan dat soms nog wel wat beter, maar het is wel echt heel mooi dat dat er allemaal is. Hè. Dus die kinderen krijgen echt een hoop aanbod. Op de eerste twee is echt nog heel veel winst te boeken. En als we dat niet doen, dan helpt dat die derde pijler eigenlijk ook niet. Ik kan het niet makkelijker zeggen. Nee. Nou, voor versnippering, ik zou het woord versnippering vind ik in deze wel jammer. Een rijk aanbod, als je het daaruit kan pakken wat aansluit bij de ontwikkelingsvragen op dat moment van de kinderen waar je mee werkt, is het prima. En daarna doe je weer iets anders. Maar versnippering zou het zijn als je alles naast elkaar doet om dat aanbod maar te bieden en te hopen dat, want niet schoon is altijd mis. Ik denk dat dat niet goed is. Dus dat je echt bewust moet kijken hoe werkt de ontwikkeling, wat hebben deze kinderen nodig, wat heeft dit kind nodig en hoe gaan we hierbij aansluiten. En ik denk dat dat een vraag is waar ik een rol in te spelen heb, een directeur een rol in te spelen heeft en de leerkracht een rol in te spelen heeft. Even een vraag voor alle drie, hè. Is er bij elk project dat jullie draaien een duidelijk idee, dit doen wij om kansongelijkheid tegen te gaan? Of is het heel vaak, we doen dingen die voor een hele hoop zullen werken, namelijk gewoon goed onderwijs? Elk project, weet jij wat je aan het doen bent? In grote lijnen wel, want omdat die aanbod er is, ik weet wel wat er allemaal aan aanbod is en dat deel ik met mijn collega's en die maken ook de keuze van dit is zinvol en dit is onzin, dat doe ik liever zelf. Ja. Dus die scheiding dus begint al bij daar begint jouw mailbox. Ja. Dus, je weet nu, er lopen nu 4 projecten van de 15 en die 4 gaan specifiek over kansengelijkheid? Ja. In grote lijnen wel, ja. 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 Noem er eens maar wat. Niet specifiek. Even zo kort, dat zijn die 4? Het zijn heel veel stages, uitjes. En natuurlijk het aanbod na school leerlab. En leerlab is eigenlijk wat het liefst de eigen docent geeft na schooltijd. Dus dat doen we niet. We kunnen dat met externe docenten laten doen, maar dat werkt bij ons niet, want die relatie met de leerlingen is er niet. En dan heb je meer pedagogisch probleem. Eigenlijk, je bent super hard aan het werk, hoor ik. Ja. Je buiten je gewone reguliere lesgeven doe je ook allerlei andere projecten. Ja, ik ben hier om 8 uur. Ja. En evalueer je deze drie dan? Ik hoor net stages, leerlab en kijk, leerlab wordt sowieso geëvalueerd. Werd het wel, werd het niet? En ook mijn collega's, ik trek het niet. Ik ga het volgende blok niet geven. Ja.
En met uitjes is het echt met leerlingen van, goh, was het leuk of niet? Ja. En is het zoiets, dan is het meer het welbevinden, was het zinvol of niet? En dan maak je ook de keuze, oké, dit was toch niet zo geslaagd, dit gaan we volgend jaar niet doen, althans we gaan een uitje doen, ja, met die leraar. En hoe kwamen deze projecten bij jou in je mailbox binnen? Werd het gezegd, wij zijn iets nieuws begonnen, ga je mee? Nou, ik ben als leerkracht in 2009 begonnen in Amsterdam, ik kom uit Groningen. En dat is eigenlijk allemaal gegroeid met jeugdeducatie, jeugdsportfonds. En zodoende is mijn netwerk een beetje gegroeid met allemaal verschillende fondsen. Mm-hmm. En jeugdeducatiefonds is erbij gekomen, samenwerking met ABN AMRO. En dan ga ik zelf Stichting Jarige Job opzoeken om kinderen iets te helpen. En dan merk ik gewoon, dat kost mij te veel tijd, ga ik niet doen. Ja. Dus ik maak daarin wel keuze in mijn eigen tijd die ik naast het werk nog heb. Ja. Ja. Het is ook een beetje wat langskomt. Ja, het is echt langzaam gegroeid en het is echt begonnen op klein niveau. Wat kan ik doen? En als gymleraar ben ik begonnen. En ik zag talenten bij kinderen van, wauw, jij moet op een sportvereniging. Ik ga een fonds van jou regelen. En dan is de training en jij kan niet. Wacht, ik woonde toen ook in Zuidoost. Ik haal je op. Daar spreken we af en we gaan naar de training. Eerst 4 keer is gratis. En als je het leuk vindt, dan blijf je, ga ik het geld regelen. Ja. En ik regel het geld, maar het kind gaat niet, want het wordt niet gebracht. Ja. En dan denk je, ja, dat is... Als individu gaat eigenlijk aan. Ja, ik ga dit nu aanpakken. Ja, daar is het begonnen. Ja. Want dan is het gelijk het effect en het effect is gelijk. Ja. En heb jij nou een soort van... idee van een lijst die misschien ergens bestaat van aanpakken waarvan je zeker weet dit werkt. In mijn ik ga hoofd. Die aanpakken in plaats van in mijn hoofd heb ik dat, ja. Die andere 4. In je hoofd? Ja, de kennis is heb ik te veel bij me gehouden of die hou ik te veel bij me, denk ik, ja. En deel jij die met andere leerkrachten? Tenminste, in het team van ons is best wel wisselend, maar natuurlijk zijn er leerkrachten die wat langer zitten, die weten welke activiteiten zijn, want daar hebben ze vaak ook aan deelgenomen. Ja. Die weten dat ook. Maar ik weet wel meer dan en dat deel ik wat ja, minder goed. Dus... En jij hebt het wetenschappelijk inzicht eigenlijk dat je zeker weet dit werkt. Of nou, dat is het onderbuikgevoel. Het is echt onderbuikgevoel. Ja. En dat is echt op karakter en het plezier van de kinderen. Wat je gelijk ziet, het resultaat wat dat betreft, is blije gezichten. Dat is mijn directe feedback. Ja. En de rest, de langere termijn, ja... Na het VO heb ik, of als ze naar het VO gaan, heb ik gezicht meer op. En er zijn zoveel omgevingsfactoren waar ik ook een invloed op heb. Dat kan ik niet meten, ja. Dat zie ik niet. Maar is dit dan niet eigenlijk ook een voorbeeld van een versnipperde aanpak? Want er zijn heel veel hardwerkende docenten zoals jij, die allerlei hele mooie projecten draaien. Klopt. Maar het zijn er zoveel verschillende. Ja. En is er niet misschien iets te verzinnen dat jij meedoet aan een project waar op zijn minst 1000 andere leraren ook... Ja, investeren en dan bekijken hoe het wordt. Dan moet ik heb ik een baan erbij. Ja. En ik kies nu de dingen die voor mij leuk zijn en die voor mij gelijk resultaat geven. Ja. Daar ga ik voor en dat gaat inderdaad buiten werktijd ook door. En die leerkrachten, die kiezen er vaak ook voor om in Nieuw-West te werken of in Zuidoost. Hmm. Die kiezen vaak zonder die extra toelagen daarvoor. Alleen daar zijn er te weinig van. Ja. Joke, bij jullie op de scholen. Zijn er ook zoveel leerkrachten die zo hard werken en zoveel initiatieven eigenhandig uit de grond trekken? Of is het ook vaak dat er hele gemeenschappen van leraren zijn, ik noem maar wat, hè, die zeggen we gaan met z'n 20 gaan we dit doen en kijken wat we kunnen bewegen? Ja, weet je, het is de leerkrachten bij ons werken heel hard. Je kan ook heel hard met elkaar zeggen van we werken aan kansenongelijkheid. Bij ons is het een gegeven dat we iets extra's moeten doen bij veel scholen, om kinderen een wereldbeeld bij te laten zien. Dus wat breder wereldbeeld dan ze normaal zouden hebben. Dat is zo, dat is een gegeven dat zit helemaal in het schoolsysteem vervlochten. De leerkrachten kijken zo, het gaat er wel om, raak je daaraan, ben je nog scherp? Zie je de nieuwe dingen? Hoe blijf je elkaar scherp houden in, klopt dit? Wat doe jij eraan als schoolbestuurder, om ze scherp te houden? De leerkrachten? Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld een project, dat heet Waaghalzen. Dan kan je een onderwerp inbrengen waarvan jij zegt, ik wil graag dit tot bloei brengen. Het is iets kleins, maar het is voor mijn school, voor mijn klas, voor de school, voor de stichting. Ja. En dat zijn ideeën waar je kinderen, bijvoorbeeld één idee is dat kinderen, sommige woorden, daar hebben ze geen beeld bij. En zij heeft liedjes geschreven om die kinderen, om de betekenis van dat woord
In dat liedje te verwerken. Mm. Nou, dan kan je zeggen dat is iets heel kleins. Maar dat heeft wel daarmee te maken dat kinderen meer begrip krijgen van woorden. Want dat is essentieel om op een gegeven moment met elkaar elkaar goed te begrijpen. Ja. Nou, dat soort dingen. En dan ben je in een waaghals, dan krijg je vijf expeditiesessies. Ja. En je gaat daar een jaar mee aan het werk. Dat delen we ook met elkaar. Dus dat wordt uitgewerkt en verdeeld over de scholen. De scholen die gebruiken dat ook. Hoeveel scholen zijn daar nu mee bezig? Die zijn op een cd gezet. Die zijn uitgedeeld aan de scholen. En dan hangt het ervan af. Wie kan op een gegeven moment met die liedjes dezelfde effecten bereiken? Want iemand bedenkt dat. En dan is het van die persoon. En kan je dat dan doorgeven? Dus hoe doe je dat? Nou, dat gebeurt dus. Het gebeurt niet op iedere school. Maar het gebeurt wel op scholen. Om op een andere manier te kijken naar... Hoe kan je betekenis geven aan woorden? Nou, dit is een klein voorbeeld. Zo wordt dit geëvalueerd dan ook bij jullie? Is het zo dat je kan zien op een gegeven moment dat die leerlingen daarop vooruit gaan? Die leerkracht constateerde dat bij haar klas. Ja. En die heeft dat gedeeld met de leerkrachten die wij hebben in dezelfde groepen over de andere scholen. En die heeft daar echt een onderzoekje ook naar gedaan. Want je moet het niet doen omdat het leuk is. Ja. Je moet het doen omdat het betekenisvol is en aansluit bij de behoeften van die kinderen. En zij liep daar tegenaan. Nou, zo zijn er tig voorbeelden te noemen van mensen die iets doen en dat ook delen binnen de stichting. Nou, en dat vind ik wel heel waardevol om te doen. Heel even, een beetje samenvattend. Ja, jij wil iets zeggen? Ja, sorry. Als ik dit hoor, dan vind ik het heel mooi en ik kan me ook voorstellen dat een leerkracht daar energie van krijgt. Maar ik denk ook, het aanpakken van kansenongelijkheid is een kwestie van een hele lange adem. Dus dat begint in groep 1 en het eindigt op de basisschool in groep 8. Een kind woorden aanleren met een liedje, geweldig, want kinderen worden er blij van. Maar ik denk dat het een kwestie is, de kwestie is om steeds goed te blijven evalueren. En goed ook als school in beeld te hebben, hier zijn de kinderen, daar moeten ze naartoe. En hoe groot moet die stap steeds zijn? Hoeveel woorden moeten ze erbij gaan leren? Hoeveel tijd ga ik erin steken om die woorden te leren? Om uiteindelijk op dat gewenste niveau uit te komen. Dus misschien blijft het wel een beetje hangen in activiteiten. En zouden we iets meer moeten denken in... En hoe ziet dat er dan op een lange termijn uit? Want alleen dan kan je een achterstand inlopen. Wordt er eigenlijk te veel korttermijn gedacht? Nou, dat wou ik niet met het voorbeeld zeggen. Het voorbeeld is meer... Maar zit er wat in? Nee, je moet natuurlijk... We zitten nu hier aan tafel. En ik heb denk ik al 20 projecten langs horen komen van voorbeelden. Wat allemaal fantastische initiatieven zijn. Waar ongetwijfeld de leerlingen blij mee zijn. Waardoor het voor de leerkracht leuk is om te werken. Maar zijn dit die 20, zijn dat dan die initiatieven die het verschil gaan maken? Nee, natuurlijk niet. Nee. Waar hebben we het dan over? Dit zijn allemaal kleine voorbeeldjes die alles... Je moet het in de je kan ze niet uit de context halen en niet je er doorheen en zeggen... Dit is de oplossing voor kansenongelijkheid. Maar zijn er dan wel hele structurele voorbeelden langsgekomen... die echt snoeihard aan de weg timmeren om dit probleem op te lossen? Nee, maar ik ben het met Elise eens. Dat je moet die lijnen zien. Je moet goed weten hoe ontwikkeling in elkaar zit. Wat je aan het doen bent. Maar je moet niet alleen de schoolse ontwikkeling zien. Nee. Je moet ook het gehele kind blijven zien. En dat gehele kind doet er ook toe. Je kan niet zeggen van dat hangen we even aan de kapstok en nu gaan we alleen maar weer het cognitieve doen. Dat gaat niet. Dus de hele ontwikkeling moet je goed weten. Wat is hier nodig? En vraagt veel kennis. Dat is ook zo. Maar het gaat even om al die verschillende initiatieven. Er zijn er zoveel. Ja, er zijn zeker een paar die echt wat verschil maken. Er zijn er een paar die echt verschil maken. De verlengde leertijd, het extra aanbod door de eigen leerkracht na school... Ja. Wat gratis is voor de leerlingen, dat maakt echt het verschil. Want de kinderen die het goed hebben, die kopen huiselijke begeleiding in. Ja. Maar onze leerlingen niet. En die hebben toch dat aanbod. Maar is er niet één initiatief waarvan iedereen weet, dit werkt? Dit doen wij. Dit moet gewoon iedereen doen. Ja, maar je wil het steeds terugbrengen naar één initiatief, maar. Dat is het gewoon niet. En als je dat wil, dan moet je kijken naar het soort van... Hè, dus weet je, op dit moment wordt in Zuidoost een interventie uitgeprobeerd. Die heet dan, die high impact... High dosis tutoring. High dosis tutoring. Daar worden buddies gekoppeld aan leerlingen. Dat is een dure interventie. Die wordt nu uitge...
En dat kan je echt naast zeg maar, je onderwijs zeg maar, nog erop zetten. En dat is een ontzettend dure interventie. Wordt nu geëvalueerd en ik ben benieuwd of dat werkt. En als dat werkt, welke conclusie we daaraan durven te verbinden. Want dat geld hebben we echt nu niet. Hè? Daar ben ik heel benieuwd. Maar dat lijkt een soort van denken in een soort van several bullets van één project. En dan gaan we dat allemaal doen. Allemaal maar achteraan het is, lopen. Het is juist, zeg maar... het gaat heel erg om goede leerkrachten die voldoende kennis hebben en zeg maar zo'n rijk programma. Je moet al die dingen kunnen doen. En als je niet de hele tijd zeg maar, de hele ontwikkeling van die leerlingen in de gaten houdt en je blijft bezig in activiteiten hangen zonder doel of richting, ja, dan wordt het natuurlijk nooit wat. Maar dat is niet het beeld, zeg maar, wat ik even bij het beeld geven van de HDT. Want HDT, dat is echt 1 op 2. Hè? 1 docent op 2 leerlingen. De high-dose tutoring, waar we net over hadden. Dat is een ik heb leerlingen in mijn klas. Ja. Ik zie het verschil. Maar dat is gewoon niet realistisch. Daar heb je geen mensen voor. Ook sowieso niet. Geen dit leerkant. Kan je niet betalen. We hebben iets. Het is de gouden eieren misschien wel, maar het is te duur. Nou ja, dan snap je, zeg maar. Dus daarom hoor je me af en toe bezwaar maken tegen... Dus waar ik een probleem mee heb, is suggereren dat als die paar projecten die we doen, als we die beter zouden evalueren, dat kansgelijkheid dan verdwijnt. Ja. Dan onderschat je de omvang van dat vraagstuk immens. Ja, precies. Dus het soort van interventies waar je echt impact van kan verwachten, zijn echt massieve en grote interventies. En dat hebben we nog, die bereidheid hebben we als samenleving nog nooit gehad. Ja. Dus als je dat type interventies erop wil zetten, dan heb je dus echt serieuze investeringen nodig. Dan moeten we ophouden met vroege selectie. Weet je wel, dan moeten we al... Zeg maar, als je kansgelijkheid echt belangrijk maakt... dan moet je echt wel wat meer doen. Dan ligt het dus eigenlijk weer buiten de school? Nee, dat zit dus ook in de school. Ja. Dat zit ook in de school. Je hoort me steeds zeggen dat het en-en is. Ja. Maar als je maar blijft zoeken naar zeg maar, het beter evalueren van een paar projecten... dan ben jij degene die het echt puur in de school houdt. En dat vind ik bezwaarlijk. En dan zie je het groter dan dat. Dan zie je het ook als ding. Het zo van, je kan het beetpakken en dit is kansongelijkheid. Daar hebben we dit voor bedacht en dan is het weg. Als we dat is niet zo. Als ik niet zou geloven dat onderwijs een rol speelt, zou ik ergens anders gaan werken. Ja. Dus ik denk dat scholen er een enorme rol in spelen. Maar het is echt niet alleen zo. Je moet het groter zoeken. Ja, ook. Ja. Ook. Ik wil even door naar de volgende stelling. Ik ga Joke ontzettend bedanken. Ja. Jij komt niet terug in deze setting. Ik wil je wel even tot slot nog een vraag stellen. Wat ga je meenemen na dit gesprek? Het besef van dat het heel weerbarstig is en dat we daar heel erg de focus op leggen. Terwijl we, laten eens kijken naar wat, laten we echt eens twintigers evalueren, spreken. Te zeggen, goh, kijk eens terug naar je schooltijd. Wat had voor jou anders gemoeten? Ja. En dat we daar eens ervaringen ophalen, veel meer dan we doen. Om daar misschien wat van te leren. Maar zoals we het nu zien, is het echt een soort olifant in de kamer die er altijd is. Ja. Hartelijk bedankt voor je bijdrage. Wissel met Elise de Jong. U hoorde al net haar al een keer schooldirecteur. En voor stelling 3 gaan we een video kijken. Even kijken waar mijn inleiding is voor die video. Ja, ter introductie van die laatste stelling gaan we naar een video luisteren. En die is ingesproken door Kwame van Stichting Scientia Potentia Est uit Amsterdam Zuidoost. Goedenavond allemaal, mijn naam is Kwame Japontra. Ik ben van Stichting Scientia Potentia S in Amsterdam Zuidoost. Ik ga geregeld mee met ouders naar adviesgesprekken om hen te ondersteunen. Deze ouders hebben vaak een migratieachtergrond en doen vaak een praktisch beroep. Sommige ouders kennen hun rechten minder en vinden het heel lastig om voor een kind op te komen. Bijvoorbeeld door taalbarrière, maar ook door gebrek aan kennis van het Nederlandse onderwijssysteem en ook de maatschappij. Ik denk dat vooroordelen, bewust of onbewust, meespelen bij hoe leerkrachten kinderen inschatten. Zo komt het voor dat docent tijdens een adviesgesprek vroeg naar het beroep van de ouders. Je kan je afvragen hoe relevant dat is voor het schooladvies. Ik merk in de praktijk dat de ouders een grote rol spelen bij de totstandkoming van het schooladvies. Zou dit belangrijk moeten zijn? Ouders die bijvoorbeeld in de schoonmaakbranche werken, hebben minder tijd om hun kind te ondersteunen bij de ontwikkeling. Zo beginnen ze 's ochtends vroeg en hebben ze daardoor geen tijd om het kind naar school te brengen en even contact te maken met de docent. Of tijd om met hun kind te praten over het huiswerk of dat iets lekker gaat op school. Stel je voor dat het voorlopig advies van onze prinses
Amalia een VMBO-T was geweest. Dan zou de familie alles aan gedaan hebben om haar naar VWO te maken. Ik pleit ervoor dat de school de invloed van ouders tot een minimum beperkt en zelf inzet op de ontwikkeling van het kind. En zorg voor persoonlijke begeleiding en maatwerk dat daarvoor nodig is. Dank jullie wel. De derde stelling luidt daarom: het is onvermijdelijk dat het schooladvies deels afhangt van de mondigheid van de ouders. Kwame geeft een heel duidelijk voorbeeld. Hij zegt: ik merk dat de achtergrond van de ouders heel erg meespelen bij het schooladvies dat wordt gegeven aan het eind van de basisschool. Wilbert, herken jij dit? Ik herken het wel. Je voorkomt het alleen al omdat het schooladvies geen verrassing kan zijn. Dan voorkom je alleen al dat ouders zo mondig zullen zijn, want het is geen verrassing dat het advies is. Wat bedoel je met dat het geen verrassing is? Nou ja, je ziet al een ontwikkeling van een kind bijvoorbeeld dat het op niveau 3 scoort. In het geel, zeg maar, het midden. En dat is in schooljaar leerjaar 3 en leerjaar 4 en misschien een groei naar groen en dan weer naar niveau 2, dan weer naar 3. Ja, maar dan is het geen VWO-advies wat dat kind krijgt. Dat is geen verrassing. Ja. Dus. En als het voorbeeld van Kwame aan te houden. Maar hij zegt het zelf als mensen vragen, als docenten vragen naar het opleidingsniveau van de ouders? Ik ben zelf er niet bij betrokken, want ik zit niet in leerjaar 8, maar ik weet wel dat onze IB'er, die kent het kind en die kent echt de ontwikkeling van het kind. En de leerkracht 8, die kent alleen het laatste jaar, zeg maar. Maar hij zegt zelf ook, de ouders die zijn 's ochtends aan het werk, die kunnen hun kind weinig begeleiden. Ja, dan. Hoe ga je dan het kind begeleiden als het dan op een hoger advies wordt gezet? En als jij de middelen dan niet hebt, hoe ga je er dan toch voor zorgen dat... Dus het moet wel realistisch zijn met een advies. En dat is denk ik niet... Ja, hoe zeg je dat? Volgens mij is het gewoon een realistisch beeld wat er gegeven wordt bij het schooladvies. Elise, ben je het daarmee eens? Moet je rekening houden met de achtergrond van de ouders bij het schooladvies? Nou, ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik denk dat we moeten constateren dat het gebeurt. Dat gebeurt niet eens. Dat is een probleem. En waarom? Omdat daarmee kinderen bijvoorbeeld, waarvan beide ouders schoonmaker zijn, dus een gezin zoals jij dat schetst, daardoor minder kansen zouden kunnen krijgen als je er niet alert op bent. Het is terecht. Nou, want de ouders die schoonmaken, die kunnen niet altijd meehelpen met het huiswerk. Dat is maar de vraag, denk ik. En dat is een aanname, het is een veronderstelling. In deze afgelopen periode met het thuisonderwijs hebben sommige ouders ons ook echt verrast. Gezinnen waarvan wij dachten dat ze het moeilijk zouden hebben, omdat ze op 40 vierkante meter wonen met 5 kinderen. Die doen het fantastisch in het begeleiden van hun kinderen. En die zorgen er toch voor dat in die kleine woning allemaal werkplekjes worden gecreëerd. Hadden we nooit verwacht. Als die leerlingen al door een 3 scoren en dan geef je dan uiteindelijk wel een ateneem advies als die ouders daarop aandringen. Nee, dat is denk ik niet wat hier gebeurt. Wat er volgens mij gebeurt, wat ik zelf ook wel aan den lijve heb meegemaakt, is dat ouders al best wel in een vroeg stadium ook, hè, we hebben het hier niet alleen maar over het eindadvies wat wordt uitgebracht in groep 8, maar op het moment dat de prestaties er een beetje toe gaan doen in groep 6, komen die ouders al op gesprek en die beginnen al een beetje te vragen van, nou, wat kan ik doen om van zo'n 3 scoren, gele scoren, om daar een mooie groene score van te maken. Hè. Dus invloed van ouders is niet alleen bij het laatste advies, maar verder daarvoor. En die ouders ga je niet tegenhouden. Die doen dat. Arnold Jonk, zie jij het ook als een probleem, de invloed van die ouders? Volgens mij moet je gelijke kansen nooit willen bevorderen door kansen van sommige kinderen af te gaan nemen. Hè. Dus als ouders supergoed leerlingen steunen, dan is dat alleen maar mooi. Je moet je afvragen wat die ouders precies doen. En als andere ouders dat niet kunnen, dan moet je ervoor zorgen als onderwijssysteem, als school, zeg maar, dat die andere kinderen ook geboden wordt. Dus als het heel erg blijkt te helpen om extra te ondersteunen, en ouders doen dat niet, moet je het zelf gaan doen. Als een werkplek thuis in het VO onwijs belangrijk is, en kinderen hebben het thuis niet, dan moet je ervoor zorgen dat ze het op school kunnen doen. Zodat leerkrachten in het basisonderwijs er geen rekening mee meer hoeven te houden in hun adviezen. Ja. Dus en het heeft hen geen enkele zin om tegen sommige ouders te zeggen, stop eens met voorlezen. Want dat verhoogt de kans op ongelijkheid. Je moet kijken aan de andere ouders gebeurt, waar er wordt ondergeadviseerd. Ja, dus je moet kijken waarom doen leerkrachten dat. Ja.
En dan laat ze dit soort argumenten meespelen, zoals van ja, maar hij krijgt straks weinig begeleiding. Ja. Hij heeft geen werkplek. Ja. Wat en je is dan, dat een goed idee? Nou, het is een logische gedachte. Mm-hmm. Die ene leerkracht, zeg maar, moet je dat niet aanrekenen, maar je moet dat constateren. En je moet met elkaar zeggen van, hey, blijkbaar is dat heel belangrijk. Dat gaan we dus oplossen, zodat je daar geen rekening mee hoeft te houden. Want het heeft ook geen zin, daar hebben die leerkrachten gelijk in, om gewoon stug te adviseren. En als die steun er straks nodig is, maar niet zijn, dan hebben die kinderen, zeg maar. Dus, en in het geval van risico zeg ik altijd tegen iedereen, neem het risico, want dat kan er precies. Laten we niet al te beschermend daarnaar kijken. Die kinderen kunnen echt wel een stootje hebben. Ouders omstandigheden thuis bekijken, dat is dus best een goed idee eigenlijk. Nee, dat vind ik dus, moet je meelaten niet. Nee, dat vind ik dus niet. Oh. Dus je moet constateren waarom doen mensen dat. En vervolgens moet je dat oplossen. Ja. Dat ze daar geen rekening mee hoeven te houden. Ja. Maar alleen maar die schuld bij leerkrachten neerleggen vind ik ook te eenzijdig. Want ze doen dat niet voor niks. He? Dus die hebben daar zitten ook ervaringsgegevens in. Dat geef jij. Maar dat kan die leerkracht niet oplossen. En die basisschool waarschijnlijk ook niet. Maar in het onderwijssysteem in een brede zin kunnen we daar wel wat mee. Dus daarom vind ik het supergoed dat je nu discussies hebt in het VO. In steeds meer VO-scholen van we moeten huiswerkbegeleiding gratis maken. Moeten we voor iedereen aanbieden. Dat steeds meer VO-scholen zie ik dat die ook gewoon werkplekken aanbieden. Ja. Je hebt steeds meer van die huiswerkinstituten die kinderen zeg maar in kwetsbare wijken zorgen dat ze gewoon een huiswerk kunnen maken. Dan hoeven leerkrachten daar geen rekening meer mee te houden. En dat is hoe je daar volgens mij op moet reageren. En je blind staren op dat adviesmoment is belangrijk, maar het is echt niet het enige punt. En het is ook niet het hoofdpunt. Dus die dingen die jij beschrijft zijn daar veel belangrijker in. Ja. Goed, omwille van de tijd gaan we afronden. Ik wil jullie heel kort allemaal bedanken en even vragen, is er één heel specifiek ding wat jij meeneemt, Wilbert, na dit gesprek? Ja, ik denk wat meer op papier zetten voor mijn collega's. Meer op papier zetten voor collega's. Elise? Meer kennis delen en ik hoop dat het duidelijker wordt waar het te vinden is. Want het is er kennis delen, duidelijk worden waar het te vinden is. Ik heb eerder de onderwijsinspectie, of in ieder geval onderwijsonderzoekers hier een grote rol kunnen spelen. Arnold Jonk, één ding. Sluit ik me aan. Ja. Hartstikke bedankt voor jullie komst allemaal. Voor de kijkers, als jullie ons onderzoek willen volgen, kijk dan op de website van de Bali. En hartelijk bedankt voor het kijken.